Bauer die heeft ongeveer zo zijn hand naast me. Praat hij met jou? Ja, dat is wel praat hij met me. Oh, oh, Den Haag. Mooi staat achter de danen. Steven, zwaar jongen. Dit is de overal prijs van de Volvo Ocean Race. En Brunel? Brunel heeft nog kans om hem te winnen in Scheveningen volgende week. Maar nu eerst zijn we in Gothenburg, Zweden voor nieuwe Klokken Reporters. Dit is een present voor jou. Ah, cheers. Thanks. Hè, ik ga helemaal niet slapen aan boord. Nee, maar het is meer voor nu, want wij denken, je hebt slapeloze nachten nu met al die spanningen. Oh, nee hoor. Voor de slapeloze nachten. Dat is hartstikke mooi, dat neem ik mee naar Denemarken toe. Want ik slaap gewoon lekker. Als er een zacht kussen is en ik leg mijn hoofd neer, dan val ik in slaap. Maar hoe ga je met die spanning om nu dan? Het is tof. Na al die races... Jij kent me. Ja. Ga gewoon lekker zeilen en gewoon die twee rode boten verslaan. Simpel als dat. Je hebt kinderen in je buik. Je kan de eerste vrouw worden ooit die Volvo Ocean Race wint. Ja, ik besef wel heel erg goed dat ik waarschijnlijk... aan de belangrijkste race van mijn leven begin. Ja, natuurlijk de gezonde spanning, maar niet denk ik zoals sommige van onze buren. Als je Dongfeng ziet, die zijn ping! Okay. Ik heb begrepen dat jij nogal nerveus bent als je dat tegen hem zegt. Oh, oh, gaan we doen, Stefan. Hey, geef het. Je vindt het toch niet lekker? Dus, we gaan naar Charles. Wow. Let's sit down to the beach today, we say oh. Even roemer. Hier hebben we roemer dat you need this. For your sleepless night. Ah, yes. You cannot sleep anymore because of the tension. No, not that you're afraid, no? Yes, a lot. Why? Because I'm a little bit sad for Bo. Why? Because 8 times the Volvo Ocean Race. Yeah. But, one more and not winning. Poor guys. Oh, nee. Ik verwacht jullie allemaal in Den Haag op zondag. Tussen 10 en 2 uur. Kom allemaal. Code rood. Jullie om 10 en Brunel om 2. Ja, precies. Als wij maar voor de anderen zijn. Maakt niet uit hoe laat. Even vandaag ontmoeten we misschien wel de beste zeilers van de wereld op dit moment. Van Messi en Ronaldo. Ja, de Messi en Ronaldo van het zeilen op dit moment. Blair Tuke en Peter Burling. Samen hebben ze al heel veel gewonnen. Olympisch goud en Merckx Cup. Maar nu strijden ze tegen elkaar voor de eindoverwinning van de Volvo Ocean Race. Wij gaan iets leuks met ze doen. I'm Blair Tuke and I'm part of Metfrey for Volvo Ocean Race. Peter Burling and part of Brunel. We've sailed together for the last 10 years, mainly in the 49er for the Olympics and then last year for the America's Cup, and now we're racing each other. Yeah, it's pretty unusual racing against Blair rather than Woodham like we normally do, but that's going to be one hell of a battle down to the Hague. Now is the time for you to kill some of your competitiveness with these throw the cans. You're either going to throw over Team Mutter or you're going to throw over Team Brunel. So stand behind the tables and have a good go at it. Going for Nina in the middle here. Oh, too high! Well, he did a really good throw, but it was too good. Almost took my head out, rebounded, and he's taking out most of his team. Even he's taking out himself. Yeah, that deserves a question. What is his worst habit? Not too bad. We've spent a lot of time together, so he does all right, considering. Go on, be rude. No, he's pretty good. Smelly feet? Yeah, farting. Sometimes. What is he good at? Yeah, he's definitely not good at this game, I'll tell you that much. Oh, fuck! Feels like you're aiming at me, mate, instead of the cups. Oh!
Obviously, see, he's not very good at throwing balls. What sport would he be best at? He quite writes himself as a rugby player, but oh, really? A little small for that, as you can see the legs. You haven't hit one can yet, eh? No, don't worry, mate. The game's still in. Anyone can still win. Oh, man. Oh, my gosh. The guy is sleeping in the room behind you. He's sleeping during the day. He's working nights, so he wants to sleep. I'm not very good at this game. Well, congratulations. This game is actually much harder than I thought it was going to be. Yeah. We staan hier aan boord van Team Brunel. Voor het laatste weetje van de Klokken Reporters. Carlo, heb je nog wat moois? Ja, dit is wel een hele belangrijke, zeker nu het regent. Is dit, dit is eigenlijk het belangrijkste item dan aan boord. Hierdoor hoef je niet naar buiten toe als je moet plassen. En waarom ga je niet gewoon naar de wc? Je hebt een prachtige carbon fiber wc in die boot. Ja, maar dan moet je weer wegpompen en zo. En moeilijk. Dus gedoe. Gedoe, heel veel gedoe. Dit is lekker makkelijk. Je gaat plassen. Ik vind het fijn om gewoon hier te staan zo. Bauer die, heeft hij ongeveer zo zijn hand naast me. Dan praat hij met jou. Ja, dan praat hij met me. Dan ben je klaar. Dan gooi je het zo naar buiten. Dan wacht je dus tot er een golf over dek spoelt. En dan maak je hem even goed schoon natuurlijk. Dat doet iedereen. Dan ben je klaar en dan kan je hem weer terug ophangen. Ik kan het voorstellen. Vandaag. Hey, lekker? Werkt hij goed? Ja, hij is super. Hij is echt top. Ja. Hey Carlijn, twee vraag. We zijn er weer aan. Heb je nog een mooie voor ons? Ik heb een onwijs goede. Hoeveel vrouwen hebben tot nu toe de Volvo Ocean Race gewonnen? Oh, dat is een goeie. Weet je het goede antwoord? Vul het dan in op onze Klokkie Reporters website en dan maak je kans op onze VIP. Het is één van de laatste mogelijkheden om te winnen, dus de snel laatste. Opgeven. De laatste. Dit is de laatste, ja. Snel doen, hè? Snel doen. Ja, Stefan, als de boot is aangekomen in Den Haag, dan is het nog niet gedaan. Dan zijn we op de importrace. En hier gaat de helikopter naar boven op de slag te geven van de importrace. Vanuit de lucht. Fantastisch gezicht. Kijk, de boten komen net terug van de importrace. Axel Nobel, tweede plek. In Den Haag mogen ze weer. Daar komt koning Willem-Alexander. En die gaat meevaren op één van de Nederlandse boten. Maar welke? Hey, goed gevaren, tweede plek. Volgende week moet het nog een keer in Den Haag. Ja, maar dan de eerste toch. Ja, dan rijden we de eerste. Maar we hebben gehoord dat koning Willem-Alexander met één van de Nederlandse boten gaat meevaren. Ik probeer het te hebben. I don't know if you've heard, but the king. It's coming in Willem Hague. Yeah, that's a good one already. He knows the name. What do I do? What can I do? You know, he's the king. He can pick whoever he likes. Well, I heard if he goes on one, the queen goes on the other. Is that right? I don't think the queen is coming. Okay, all right. No, then we want the king. Yeah. We eat stroopwafel. You know the Dutch. Yeah, I know stroopwafels. Oh, yeah, good. Jongens, kunnen allemaal cocktailsaus zeggen? Cocktailsaus, ja. Ja, omdat het altijd met de kibbeling komt. We've got the 24-hour record as well, which is pretty cool. So. Fastest boat in the fleet, maybe? Ja, we kunnen een beetje Nederlands aan boord natuurlijk. Oh, oh, Den Haag. Mooi stad achter de Danen. Frikandellen. Frikandel. Klaksjoes. Stuffer en Blik. Pretty cool team mascot. Oh, yeah, very cool. How bad do you want him on your boat? Really bad! Sally from Monsters Inc. This is Simeon. You know, with the purple gear. Yeah, I should have known that. De grootste reden is gewoon. Dat wij gewoon een jong team zijn en de meeste lol aan boord hebben. Please King Willem-Alexander, please come out on Team Axel Nobel. We're going to win the race, so you better be on our team. Ik hoop, koning Willem-Alexander, dat u bij ons aan boord komt voor de importrace. Dear Dutch King, I'm a big fan. I like that you're a pilot. I've flown with you a few times. I'm not sure, but I think I have. And a very great landings, very great takes off. Can we do the same to you, please? If you come on board, we do some great takes off, some great landings, and we'll win the import race. And we'll give you a stroke waffle. Please come with us. Nou Johnny, welk team zou ik kiezen? Ik vind het moeilijk, Stefan. Axel Nobel is toch wel echt gemotiveerd om de koning aan boord te krijgen. Gretig zijn ze. Heel erg gretig. Dus ik denk koning Willem-Alexander aan boord van team Axel Nobel. En Brunel de eindoverwinning. Daar gaan ze, team Brunel, de helden. Ze gaan zelfhistorie schrijven, ze gaan winnen in Scheveningen de laatste drie dagen. Ze gaan niet slapen en alleen maar vechten. Code geel! Code geel, gas erop. Woehoe. I'm a man on a mission.
Jenna. Hey. Hi. Come here for a second. Could you please ask in Danish if everybody can sign up for, to the Cloggy Reporters on Facebook? Of course. Yes, thank you. Great. Right. Hej alle sammen. I skal ikke sign up til det her. Det er ikke godt. Så prøv at slappe helt af og lad være med at stresse med at gøre noget som helst. Det skal nok blive godt. Bare Fantastic. Thank you very much. Now we get lots of Danish fans. Yeah. Great. Have a good race.